Welkom in Bloomberg, de Minecraft-serie waar Torben, ik en Pato samenwonen. En er is ingebroken in mijn meubelwinkel. En ik wil erachter komen wie dat heeft gedaan. Ik heb daarvoor een aantal dingen gedaan. Ik heb camera's gekocht, alleen die zouden dus al bezorgd moeten zijn, maar die zijn helemaal niet bezorgd. Ik heb die namelijk gekocht bij Pato, alleen ik verdenk Pato, dus ik ben gewoon opgelicht. Dat is sowieso Pato geweest. Oké, we gaan Pato aanvallen. Dat is denk ik het slimste om te doen. En ik moet mijn meubelwinkel repareren. En ik moet hem ook nog beter beveiligen, zodat niet alles wordt gestolen. En ze zijn allebei online. Ik moet dit stiekem gaan doen. Nou, eerst heb ik nog even wat anders belangrijks te doen. Ik heb hier namelijk een geheime enchantingruimte. En ik moet dus sowieso sterker worden. Want mocht er ooit wat gebeuren met Bloomberg, moet ik sterker zijn dan Torben. Dat is super belangrijk. Oké, ik heb gemined. En daar heb ik heel veel lapis lazuli. Ik heb een diamond zwaard. En ik krijg sharpness en... Oh, knockback, sharpness en unbreaking. Oké, ik heb best wel een goed zwaard. Daar ben ik wel blij mee. Ja, nu ben ik weer level 28. Ik word hoger level zijn, dan kan ik alles gewoon in één keer enchanten. En ik moet netherite zien te vinden. Ik moet echt nog heel veel dingen doen. Maar ik ga in ieder geval nu even Pato aanspreken, want ik vind het heel erg vervelend dat mijn pakketje nog steeds niet is bezorgd. Maar eerst, ik heb jullie reacties gelezen. Ik ben mijn konijnen vergeten. Ja, ik weet het. Mijn konijnen die hebben ook even wat eten nodig, ja? Dus even kijken. Heb ik ergens nog wat eten voor mijn konijnen? Nee, 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 nee. Ik heb nergens meer eten voor mijn konijnen. Gelukkig heb ik een heel mooi farmpje die ik altijd netjes even terugplant. En die nog steeds niet is gegroeid. En dat iedereen alles aan het stelen is. En wat is Torben aan het doen? Ik zie dat Torben zijn naam. Waarom zit Torben zo diep onder de grond? Ik vertrouw dit niet. Oké, ik heb hier denk ik ergens wortels. Kijk, kijk, kijk. Ik heb hier een wortel. Zo, dit is perfect. Hallo, konijntjes. Nee, 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 nee. Oh, nee, ze ontsnappen. Knijnt. Oh, nee, 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 nee. Dit gaat helemaal fout. Heb ik nog een wortel hier? Ik heb geen wortels meer. Ik heb geen wortels meer. Ik heb een probleem. Ik heb mijn allerlaatste wortel gegeven. En nu heb ik geen wortels meer. Waarom ben ik nou weer zo dom? Mijn konijnen zijn ontsnapt. Oh, ik heb even belangrijkere dingen aan mijn hoofd, ja. Ik heb helemaal geen zin om nu achter mijn konijnen aan te rennen. Weet je wat? Konijntjes, blijf eventjes waar jullie nu zijn, ja. Als jullie maar niet naar buiten gaan. Niet hier het water in, want dan ben ik jullie kwijt, oké? Gewoon hier lekker blijven springen. Dan mag het op zich wel voor mij. Weet je, ik heb gewoon een heel goed idee. Kijk, ik zet hier gewoon even twee hekjes neer. Zo. En dan kunnen die konijnen nergens heen. Er is er helemaal niks aan de hand. En nu is het tijd om mijn Pato... Oh? Oh? Ik wou Pato vragen waar mijn pakketje was. Maar dit is denk ik mijn pakketje en twee camera's. Oké, misschien is Pato dan wel toch te vertrouwen. Aangezien hij me wel echt twee camera's heeft gegeven. Oké, hier ben ik heel erg blij mee. Ik moet namelijk de veiligste winkel ooit maken. Sowieso met mijn zwaard die ik op dit moment heb, is het al een stukje veiliger. Maar ik moet sowieso ook mijn winkel even repareren. Ik heb al dus geel concrete. En dit heb ik nodig. Deze heb ik nodig. Deze en deze heb ik nodig. Kijk, wat ik dan ga doen. Het eerste wat ik ga doen is gewoon mijn winkeltje weer even renoveren. Oftewel heel maken. Kijk, zo. Ik moet natuurlijk ook glas hebben. Dat ben ik dan weer vergeten. Glas is altijd zo vervelend dat als je het weghakt, dan is het ook gewoon echt weg. Volgens mij heb ik in mijn kist boven nog wat glas. In deze. Nee, of in deze. In deze. Ja, top. Dankjewel. Kijk eens aan. En dan moet ik dit even plaatsen. Dit hier even plaatsen. Deze dingetjes voor mijn raam moet ik natuurlijk weer even plaatsen op deze. Deze manier. Zo, die hoort daar niet. Die moet weg. Kijk, hier zet ik even een fence neer. Zo, dat ziet er dan ook weer wat mooier uit. Hier zet ik even een fence neer. Het is lelijker dan het was, oké. Maar ik kan niet alles maar weer blijven maken. En alles wordt weer gestolen. En ik heb er gewoon geen zin in. Kijk eens aan. Dit zet ik hier even neer. Zo. En ik heb ook weer een bankje gemaakt. Dus kijk, hier maak ik gewoon weer even een mooie hoekbank van. Dat is wel leuk. En een stoel. En dit heb ik niet eens in mijn eigen huis. Ik wil het eigenlijk gewoon in mijn eigen huis hebben. Dat is wel een leuk idee. En wat ga ik verder nog doen? Mijn schilderij is ook gewoon gestolen. Dat meen je niet. Oh ja. Dit moet ik ook nog even doen. Zo. Heb ik nog tafeltjes? Ik heb geen tafeltjes meer. Ik zet hier wel gewoon dit neer. Oh. Mijn meubelwinkel was zo mooi. Maar nu is hij zo lelijk. Maar het gaat erom dat iedereen in ieder geval kan zien wat voor meubels ik ongeveer kan maken. En dan uiteindelijk kan ik het ook wel maken. Kijk dan onder me. Torben loopt de hele tijd onder me. Wat is hij allemaal aan het doen? Ik vertrouw Torben niet. Hij is gekke dingen aan het doen. Wacht, misschien kan ik hem stiekem bespioneren. Alleen Torben heeft camera's hangen. Hoe ga ik dit doen? Kan ik niet gewoon stiekem naar beneden graven?
Ik weet het niet. Wat nou als ik gewoon stiekem naar beneden ga graven? Misschien dat dat slim is om te doen? Ik weet het niet. Oh, misschien vanaf mijn eigen meubelwinkel kan ik een geheime ruimte naar beneden maken. En dan kan ik precies kijken wat Torben allemaal aan het doen is. Dat is slim, denk ik. Alleen Torben mag mij dus absoluut niet zien. Oké, ik denk dat ik hier gewoon stiekem naar beneden ga graven. En dan kijken of ik wat tegenkom. Wat is Torben allemaal aan het doen? Het is hier heel erg donker. En ik heb geen licht bij me. Dit is niet slim. Oh, Torben is hier letterlijk onder me. Hij is hier precies onder me. Ik moet eigenlijk gewoon even wachten tot Torben weg is. Alleen ik heb een beter idee. Ik heb natuurlijk camera's. Als ik die camera's gewoon alvast neerzet, dan weet ik ook meteen of er iemand vanaf boven naar me toe komt. Dan kan ik dat natuurlijk zien. Naar waar ga ik die camera's hangen? Eens even kijken. Hier, hè. Wat is dit trouwens? Torben is nog steeds hier een of andere lelijke rare boom aan het maken. Ik heb geen idee wat het is. Maar ik denk dat ik een camera stiekem ga verstoppen hier. Kijk, zo. In de boom. Kan ik hem neerzetten? Hoe werkt dit? Gewoon hier. Wil ik... Nee, hè? Ik kan hem niet plaatsen. Oh, hier. Op het huis van Torben. Dat is wel een beetje gek. Maar maakt niet uit. En de vorige keer was er dus van de achterkant ingebroken. Dus ik hang hier ook een camera. Kijk, dit is perfect. Alleen, hoe werken die camera's? Hallo camera. Hoe werkt dit? Moet ik hier wat instoppen? Hoe werkt deze camera? Ik snap er helemaal niks van. Oh, weet je wat? Daar kom ik later wel achter. Ik ga straks wel gewoon even naar Patta toe. Dan vraag ik even hoe het werkt. Want volgens mij is Torben niet meer in zijn bunker. Dus ik wil zien wat hij allemaal aan het doen is. Oké. Volgens mij kan ik hier ergens naar beneden... Oh, oh, dit lijkt op een bunker. Dit heb ik namelijk niet gebouwd. Oh, wat is dit? Oké, ga ik gewoon naar beneden of is dit dom? Ik ga het gewoon doen. Oh, wow, wow. Wow, wow, wow. Wat is Torben allemaal aan het doen? Wat heeft hij hier allemaal? Torben heeft hier volledig diamond armor. Terwijl hij al diamond armor heeft. Hoe dan? Wow, Torben is sowieso de dief. Ik weet het 100% zeker. Dat kan niet anders. Kijk wat Torben allemaal heeft. Wow. Wat is dit allemaal? Dit is Bloomburg, dat weet ik. Maar, en dit is de village, maar... Wow, hoe komt Torben hier aan? Wat heeft hij hier allemaal? Torben heeft ook gewoon een heel aquarium. En Torben heeft deze armor geenchant. Hoe dan? Hoe kan Torben opeens zulke goede loot hebben? Dat kan niet. En waar is zijn ingang? Kijk, hier gaat Torben dus telkens omhoog. Ik wist het. Torben had wat te verbergen. Oké, ik ga heel snel weer naar boven. Voordat Torben erachter komt dat ik hier ben geweest. Dat mag namelijk niet. Kijk, dit weer even dichtbouwen. Zo, er is hier helemaal niks gebeurd. Niks aan de hand. Helemaal niks gebeurd. Eén ding weet ik wel. Ik denk dat Torben de dief is. Ik weet het niet. Want Patto heeft mij de camera's gegeven. En Torben heeft opeens heel veel spullen. Dat kan niet. Patto is online. Dus ik ga eens even kijken of Patto misschien thuis is. Hallo, Patto. Hallo, Patto, ben je thuis? Hallo, Patto. Patto is niet thuis. Wat is hij nou weer allemaal aan het doen? Hallo, Patto. Patto, ben je thuis? Hallo, Patto, je hebt me opgelicht. Hallo, Patto, hoe werken die camera's? Waarschijnlijk is hij weer hier achter bezig. Hij was hier allemaal dingen aan bouwen, maar wat hij nou allemaal aan bouwen is, ik heb echt geen flauw idee. Wat staat hij? Kijk, 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 daar is hij, daar is hij. Dit is perfect. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Jesse. Patto. Patto, hoi, Patto, wat ben je allemaal aan het doen hier, joh? Ik ben bezig voor Torben. Het ziet er leuk uit. Ja, het ziet er heel leuk uit. Het lijkt al een speeltuin of zo. Maar in ieder geval, ik had een vraagje. En ten eerste bedankt voor die camera's. Je bent je afspraak nagekomen. Alleen, hoe werken ze? Ik snap niet hoe ze werken. Want ik heb ze opgehangen. Alleen, ik kan er wat in stoppen, maar ik snap het niet. Je hebt een iPad nodig. Een iPad? Ja, je hebt een iPad nodig. En op die iPad kun je dan de camera's bekijken. Maar mag ik naar die iPad? Want ik heb twee camera's gekocht bij je, maar... Dat is het probleem. Die iPad is veel duurder. Hoezo? Waarom zeg je dat niet meteen? Nou, dat ik toch nooit de camera's gekocht. Ik dacht dat je die al had. Je had het alleen over camera's. Oh, nee, ik heb geen iPad. Hoe kom ik nou weer naar de iPad? Nodig. Wie heeft er nou weer een iPad in Minecraft? Het is Minecraft. Ja, Torben heeft die van mij gestolen, dus hij heeft er een. Maar heb jij er ook een van mij, of niet? Nou, die moet ik weer bestellen. En hoe duur is dat? Dat kost 5 diamonds. En als we nou een deal sluiten? Wat nou als ik jou 57 witte wol geef en dan kan jij verder bouwen aan je speeltuin of wat het ook is? Is dat een idee? Ik vind het... Kijk, ik wil best aannemen, maar dan wil ik er nog 4 diamonds bij. Ik heb er 2. Heb je ook nog rode wol? Ik heb geen rood wol. Oh, yes. Oké, doe die 2 diamonds dan maar. En dan regelen we het wel. Ja, maar hoe snel dan? Ik wil het snel hebben, want het is gevaarlijk. Het gaat sowieso weer ingebroken worden. Ik heb eindelijk mijn meubelwinkel weer gerepareerd. Er zijn allemaal nieuwe spullen in. Ik heb helemaal geen diamonds meer. En het moet snel gebeuren. Die dief moet gevangen.
Ik denk trouwens niet meer dat jij de dief bent. Ik denk dat Torben de dief is. Hij heeft ook voor jou gestolen. Ja, maar dat is... Ja, dat hebben we uitgepraat. Dus ik weet niet of hij dan nog steeds... Heb je zijn kelder gezien? Heb je gezien wat hij allemaal heeft? In kelder? Hij heeft een kelder met superveel enchanted spullen en heel veel diamonds. Het is echt niet normaal. Oh, hij wou me laten zien, maar ik heb het nog niet gezien, eigenlijk. Nou, ik weet niet wat je hier allemaal voor hem aan het doen bent. Maar ik zou hem niet helemaal vertrouwen, Pato. Dus kijk maar uit. Oké, nou, ik zal zo meteen die iPad naar je toe brengen. Oké, dankjewel. Doei. Oké, doei. Oh, jongens. Ik weet nu echt niet meer wie ik moet gaan vertrouwen. Ik heb het idee dat mijn winkel nu wel veilig is. Of hij is helemaal niet veilig, want ik heb helemaal niks aan die camera's. Ik word gewoon opgelicht door Pato. Dat had hij eerder moeten vertellen. Dit is zo stom. Hij heeft me wel een beetje korting gegeven. Daar ben ik ook blij mee. Alleen, hoe ga ik dit nou slim aanpakken? Ik vertrouw het allemaal niet. Eigenlijk, hoe kan ik mijn deur op slot zetten? Eigenlijk moet ik mijn deur op een manier op slot zetten. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn deur nu gewoon even barricaderen. Kijk, dat betekent dat ik het zo vol ga zetten en dan kan er niemand naar binnen. Voor de ramen doe ik gewoon even fences. Dan kan niemand namelijk mijn ramen inslaan. Kijk, hier twee en dan hier twee. En dan hier nog wat fences. Oh, dit is zo lelijk. Oh, ik heb een ander idee. Oh, mijn idee gaat helemaal fout. Nee, ik ga die fences ook weer weghalen. Het is echt heel erg lelijk ook. Die kunnen ze gewoon weghalen. Waarom staat mijn deur open? Oh nee, ga me niet zeggen dat ik mijn deur heb opengelaten. Dit is zo dom. Ik heb zeldzame spullen. Oh nee. 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 Nu weet ik het zeker. Torben is de dief. Ik was net namelijk bij Pato en nu zijn er weer meubels weg. Dat kan niet. Oké, alsjeblieft zeg maar dat er niet meer dingen weg zijn. Oké, hier is niks weg. En kom op. Oh. Oh, mijn zeldzame spullen zijn er nog wel. Ik moet dit verstoppen. Oké, ik denk dat het gewoon tijd is dat ik in ieder geval mijn zeldzame spullen een beetje ga verstoppen. En ik moet gewoon sterker worden. Dus mocht er dan wat gebeuren, dan ben ik 100% zeker de sterkste speler van Bloomburg. Oké, hier stop ik even mijn zeldzame spullen in. Alleen moet ik wel eerst dit blokje hout weghalen, anders kan ik mijn kist niet openen. Kijk zo, hier is zo mijn zeldzame spullen. Dat is wel een stukje beter. En dan denk ik dat ik er gewoon voor ga zorgen dat ik heel veel levels heb. Ik denk dat dat gewoon het slimste is om te doen. En ik heb trouwens nog echt een heel goed idee. Oh, ik heb een onzichtbaarheidspotion. En met die potion kan ik natuurlijk perfect Torben en Pato bespioneren. En dan weet ik precies wat ze allemaal aan het doen zijn. Dit is de manier om erachter te komen wie de dief is.